We praten hier met Albert Kluwe van de Koning Advocaten bij de Haringparty, de jaarlijkse Haringparty van RVVA. Ook aan jou de vraag, wat is de betrokkenheid van Albert Kluwe, de Koning Advocaten, met RVVA? Wij zijn al jaren sponsor, businesslid. En mijn zoon, die inmiddels 21 is, is hier begonnen met voetballen. Dat is heel lang geleden natuurlijk, want hij is, wat ik zeg, 21 en hij was 5. En toen ben ik altijd bij de club betrokken gebleven. Is in de voorzitterstijd van Kees van Hetzelfde. Daar zijn we ook de Haringparty mee begonnen. Inmiddels, ik denk, 14 jaar geleden. Hoe bestaat nou zo'n contact? Want op een gegeven moment word je dan sponsor. Er moet natuurlijk een moment zijn waarin het dan klikt tussen de vereniging en jij. Ja, dat klopt. Dat was vooral met de persoon Kees van Hetzelfde. Maar Mario heeft het zo goed daarna opgepikt dat we toch sponsor zijn gebleven. En ik ben ook Ridderkerken. Althans, ik ben hier niet geboren, maar ik woon hier. Ik woon in Rijssoort aan de Waal. Ja, dan is het een hele logische keuze. Ik ben ook voetballiefhebber. Ik heb zelf ook bij Barendrecht gespeeld. En dan is RVA, en zeker als je kinderen hebt, niet zo'n gekke keuze. Ja, je kan ook naar Botnes of dergelijke, maar daar heb ik niks mee. Dus zo simpel is het. We zien je ook veel op de voetbalvelden, naar het eerste kijken of naar de andere teams? Ik ben regelmatig op de voetbalveld, maar dit seizoen wat minder. Het was erg druk op kantoor, dan moet je keuzes maken. In het begin van het seizoen een paar wedstrijden, daarna niet zoveel meer. Maar we hebben wel veel contact met de club, ook in het kader van de voorbereiding van deze Haringparty. De Business Club. We hebben het net met Esther de Koning erover gehad. Zit je ook in de organisatie? En welke evenementen organiseert de Business Club? Nou, ik zit niet in de organisatie, maar ik ben er wel bij betrokken. Ik ken Jan-Dirk Stouten ook aardig. Ik ken ook heel veel dames die altijd al in de Business Club boven zijn bij de wedstrijden. En ik ga wel eens mee als er bijvoorbeeld een uitwedstrijd is of iets dergelijks. Oké. En de aantal organiserende dingen per jaar dat je elkaar ziet, want het gaat natuurlijk ook om het netwerken. Hè? Het is een businessclub, je ondersteunt de vereniging, maar uiteindelijk is het ook voor het netwerken. Komt daar ook wel wat uit? Ja, dat is altijd moeilijk te meten of er wat uitkomt, maar het is in ieder geval goed voor je imago als advocatenkantoor. Hè? De advocatuur heeft toch niet zo'n erg goed imago. Vaak wordt het duur en hoogdrempelig. Nou, dat maakt de sponsoring van RVA maakt dat minder, die drempel, maakt die minder hoog. En ik denk ook dat het netwerken komt vanzelf op het moment dat je met die mensen klikt. Als je met Jan-Dirk, maar andere mensen binnen de club, Mario, als je daar een klik mee hebt, dan komt er wel of wat, of wel of geen werk uit. Nou, en dat, bij mij is dat sowieso moeilijk. Ik had moeilijk iemand om te gaan scheiden bijvoorbeeld, want dan heb ik werk. Maar het gebeurt wel en dan hoop ik dat ze aan mij denken. Uiteindelijk gaat het ook om werk, hè? Om zelf zeg maar, het bedrijf op de kaart te zetten, daar klanten uit te halen. Ja, ook, maar je moet het ook leuk vinden, anders lukt het niet. Je moet wat hebben met zo'n club, je moet wat hebben met de mensen bij de club. En als er dan werk uitkomt, is het leuk. En netwerken is inderdaad belangrijk, zeker in deze tijd. Morgen staan we weer in de Kuip met het kantoor, ook georganiseerd onder andere door Jan-Dirk Stouten en Kees van Hetzelfde. Ook een netwerkevent. Daar staan we wel, maar of je daar niet direct klanten uit krijgt, tuurlijk is dat belangrijk, want van klanten kan je brood kopen, maar het moet wel leuk zijn. En dit is echt leuk. En die Haringparty doen we nu al 14 jaar, heel laagdrempelig, bij een voetbalclub. Dus geen chique bedoeling, maar wel gewoon duidelijk en populair, blijkbaar uit de opkomst. Zelfs nu het pijpenstillen regent, komen er nog een paar honderd mensen. Waarom is RVVA voor jou zo'n leuke club om sponsor te zijn en tegelijkertijd ook lid van de businessclub? Gewone club. En daarom is het ook gewoon leuk. Ja, daar hou ik van. Ik kom van Zuid, Rotterdam-Zuid. En dit is eigenlijk het nieuwe Zuid. En daarom vind ik het zo leuk. Albert Kluwe van de Koning Advocaten. Ga lekker genieten van deze Haringparty. Hartstikke bedankt voor dit leuke interview en veel succes. En natuurlijk veel succes voor RVVA volgend jaar. Helaas een klasse lager.